Hallo iedereen, ben ik hier met onze vriend Floor. Ja, Patrick, goedemorgen. Je bent... Nogmaals, goedemorgen. Nogmaals, Grand Champion. Weer Grand Champion, ja. Vierde keer? Het is tweede keer Grand Champion. En, ja, de visie die gewonnen heeft, dus ja. Sanke. Ja, en dit is ook voor de tweede maal hier in België, bij de ZNA. Dus ja, zeer content, hè. Maar dit jaar is een ongelooflijk jaar voor u. Ja, ja, het is een heel mooi jaar. Twee keer Grand Champion, adult. En ja, dat kan niet op. Supreme. We hebben al 8 hoofdprijzen gewonnen, dus het gaat heel goed. En hoe zit het met mevrouw? Is het niet een beetje ontgoocheld? Want ze gaan veel moeten poetsen. Veel stof op al die bekers. Ja. Schoon wegzetten. Hè? Ja. Niet te veel aan moeten poetsen. Maar ja, we hebben al veel bekers gehaald. En ja, blijkt toch dat we goede vis hebben. Ik vrees dat niemand kan het anders zeggen. Kijk, dat is nou mooi, hè. Het is waarschijnlijk ook niet de grootste vis, maar wel de mooiste. Hè? Ja, dus we spreken hier van de huidkwaliteit, we spreken van de kwaliteit van de vis zelf. Hè? De body en alles, alles staat erop wat dat moet. Ja. En dat is een hele leuke vis. En ik ben heel tevreden voor u, want iedereen moet weten, je brengt toch die kooi niet. Dat is geen kooi die gekomen is de twee laatste maanden. Dat zijn kooi die al een tijdje bij u staat. Ja, ja, die doen nu voor de tweede maal mee en die heeft, ik denk, ongeveer 8 kooishows al meegedaan. En ja, hij is in zeer goede conditie nu. En dat is heel belangrijk, want dat is een echte stijl, hè? Want het is niet gemakkelijk voor de kooi in de goede staat te kunnen houden. Dus de faciliteiten maakt er ook iets van. Ja, ja. Het is het moeilijkste. Kooi kopen zal meestal nog wel gaan, maar een kooi in goede conditie houden, dat is eigenlijk het moeilijkste ervan. Kun je misschien herhalen de breeder van die vis? Miatora. De vis is nu 74 centimeter. Bij aankoop was hij 68 centimeter. En hij heeft vorig jaar 3 keer adult, mature. En nu 2 keer achter elkaar Grand Champion. Dus, Ik mag maar juist 1 ding zeggen. Ga een keer Floors bezoeken op zijn bedrijf. En dan ga je kunnen zien wat is een goede faciliteit. En wat is een goede vijver voor kooi in goede staat te kunnen houden? Ja, dat is zeker de moeite waard. En als ze nu nog twijfelen waar een goede vis kan zien of kopen, dan wordt het moeilijk. Ik weet niet meer wat dan we moeten eigenlijk doen. Want daar zitten hele goede vissen tussen. En het is heel aangenaam daar te lopen, rond te lopen in uw winkel. Want het is een heel aangename winkel. En er is wat te zien. Er is ook een beetje een aquarium en nog wat. Ja, dat is zeker wat te zien. Een showvijver aangekleed met waterval en het is de moeite waard. Zeker weten. En dat is ook niet zo ver van België, want voor de Belgische? Nee, we zitten in Zeeland. We zitten tegen de Belgische grens aan. Dus op zich valt het mee, de afstand. Dat is een beetje triestig voor ons. Hè? Dat had beter misschien op een beetje aan de andere kant van de grenzen geweest. Maar ja, we gaan er ook niet over klagen. Hè? Nee. In ieder geval, proficiat Floors. Het is waarschijnlijk niet het einde van de Floors story, want u hebt nog wat te doen voor nog die vis beter te brengen en die laten groeien. Ja. Dus we zien nog in andere kooishows misschien dit jaar? Ja. Misschien de NVN nog. Moeten we nog eens even kijken of het allemaal goed gaat, hoe de vis goed zit. En dan zal dat de volgende show worden. In ieder geval, u bent een voorbeeld voor vele hobbyisten. En ik wens u de beste voor de toekomst. En we zeggen ja, proficiat voor Grand Champion hier. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer, Patrick. Salutjes.